Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begin een beetje moe te worden en ik krijg de indruk dat we dit debat nu al 100 keer gevoerd hebben en dat er elke keer dezelfde argumenten naar voren worden gebracht. En dat doen we nu al jaren. We verschillen niet van mening als het gaat over het belang van de sociale diensten van algemeen belang. Daar hoeven we niet over te discussiëren. Maar de automatische conclusie die daaraan wordt verbonden, dat omdat er het label sociaal aanhangt, dat de marktregels dan maar niet van toepassing moeten zijn, die conclusie deel ik niet. We zijn allemaal voor subsidiariteit. Maar wat betekent dat dan, subsidiariteit? Betekent dat dan dat landen of decentrale overheden, zo versta ik het, dat landen en decentrale overheden zelf kunnen beslissen hoe ze hun diensten inrichten? Of betekent het, zoals sommige mensen vinden, dat de marktregels, de regels voor eerlijke concurrentie, niet van toepassing moeten zijn? Voorzitter, ik ben niet voor wetgeving daar waar het niet nodig is. We moeten goed identificeren waar de problemen zich voordoen en die problemen moeten gericht worden aangepast, gepakt en met wetgeving als dat nodig is. Maar een soort algemene roep die ik nu al jaren hoor in dit parlement over een wetgevend kader en sectorrichtlijn is niet nodig. Laten we eerst eens juridische helderheid schaffen. En ik verwijs daarvoor ook naar de bijdrage van de commissie Jury die ik geheel onderschrijf. Een andere zaak is dat veel mensen denken als er het label sociaal op staat dat het dan altijd gaat om kleine diensten die zichzelf niet kunnen bedruipen. Die moeten we natuurlijk ondersteunen. Overigens staat het verdrag dat ook gewoon toe. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over sociale huisvesting. Dat is wel een miljardenbusiness. En dat is wel, misschien wel sociaal met een sociale doelstelling, maar het gaat wel over een hoop geld, waarbij ook een hoop belangen in het geding komen. En dan gaat het over corporaties, vakbonden, werkgevers, politici enzovoort. En het enige wat ik tot nu toe nog niet gehoord heb, is het belang van de burger als consument, als afnemer van die diensten. Want dat moet voorop staan wat mij betreft. En concurrentie heeft in heel veel gevallen geleid tot betere dienstverlening en betere tarieven. En daar waar het nodig is, kan de overheid altijd bijspringen of beschermen. Zo staat dat in het verdrag en ik zie geen enkele reden om daar nu een algemene aanpassing aan te gaan maken.